Hallo allemaal, fijn jullie te zien op mijn YouTube kanaal. Normaal sta ik altijd achter de camera en nu zit ik er een keer voor. En dat heeft een reden en die zal ik jullie gaan vertellen. Met veel interesse volg ik altijd een groep mensen die permanent wonen in een camper. Van deze vriendschappelijke band die die mensen samen met elkaar hebben opgebouwd, is dat ze wel eens bij elkaar komen of elkaar ontmoeten ergens voor een kopje koffie, een helpende hand of wat dan ook. Er is altijd wel iets om even over te praten. Zo woont Herman ook permanent in een camper en die heeft op zijn kanaal een oproep gedaan voor Lars. Deze persoon die woont in Denemarken en die wil graag een meeting organiseren. De meeting die gaat heten de RTR Europe. Lars die heeft een eigen videokanaal, de Nomadic Dane. En de vraag is dus gekomen om deze persoon zoveel mogelijk te steunen, zodat hij die camper meeting RTR Europe op kan zetten. Lars die heeft al de tweede video, die heeft zelf ook een oproep gedaan. En hij heeft inmiddels een tweede video geplaatst. En het loopt wonderbaarlijk goed. Er is al veel hulp aangeboden, dus op die manier gaat alles goed komen. Iedereen kan zich aanmelden bij Lars op zijn kanaal. Dan kunnen jullie samen in overleg gaan van waar wordt dit gehouden, hoe gaan we het doen. Het hoeft natuurlijk niet per se in Nederland. Het kan net zo goed in Denemarken of in Duitsland plaatsvinden. Het is maar net waar komen de meeste inschrijvingen vandaan. En daar zal het dan waarschijnlijk ook gehouden worden. Mits er een hele leuke plaats gevonden wordt natuurlijk waar al die campers bij elkaar kunnen komen. Ik zou het heel leuk vinden dat mijn video ook een extra steuntje in de rug geeft om dit rendezvous tot een succes te maken. Dus mensen, lijkt het jullie leuk? Wonen jullie permanent in een camper? Willen jullie nog eventueel de helpende hand bieden? Of alleen komen jullie alleen voor de gezelligheid, een kopje koffie? Of met elkaar ideeën uitwisselen over mooie staanplaatsen, misschien foto en video bewerken. Noem maar op, het maakt niet uit. Maar vinden jullie het leuk? Schrijf je dan in op het YouTube kanaal van Lars de Nomadic Dane. Ik plaats zijn kanaal hier nog even onderaan mijn video. Dus dan kunnen jullie het makkelijk vinden. Ik plaats daarbij ook nog even wat extra videokanalen die ook al een oproep hebben gedaan. Dus die allemaal Lars steunen. En dit zal, dat ben ik nog vergeten, dit zal plaatsvinden in de zomer van 2019. Het gaat of een weekje worden of een midweek. Lijkt het jullie leuk om mee te doen? Hou dan deze zomer van 2019 een plekje vrij om dit rendezvous tot een succes te maken. We hopen dat er heel veel mensen komen. Dan zou Lars helemaal uit zijn dak gaan, want hij is nu al blij. Natuurlijk zal Herman ontzettend blij zijn. En natuurlijk zal ik ook ontzettend blij zijn wanneer dit rendezvous tot een succes gaat leiden door de vele aanmeldingen die misschien door mijn oproep binnenkomen. Ik vind het ontzettend leuk, zoals ik in het begin al zei, om video's te kijken van camperaars. En ongetwijfeld zullen de video's uitkomen van deze happening. Nogmaals, wonen jullie permanent in een camper? Lijkt het jullie leuk om mee te doen aan deze RTR Europe? De Road Traveling Rendezvous, opgezet door Lars de Nomadic Dane uit Denemarken. Meld je dan aan op zijn videokanaal. Ik hoop op heel veel aanmeldingen. En Lars hoop jullie allemaal te zien. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot ziens, waar dan ook ter wereld.
Wij zijn meestal in de zomer zo'n 7 maanden onderweg. Dus er zit een kans in dat wij jullie ook wel eens ontmoeten. Zou leuk zijn. Ja toch? Dan sluit ik maar af met... Wie weet, tot ziens!